Afgelopen maandag heb ik met zweet in mijn handen zitten kijken naar de beelden op de Dam. Want ik had echt niet gedacht dat er zoveel mensen zouden komen. Dus het is niet alleen de burgemeester, ik denk de hele organisatie. Maar mensen hebben gedacht van, dit doet te veel pijn. Corona of niet, we moeten daar zijn. En ik zag haar daar staan tussen die mensen. Het was een duivelse dilemma. Dus ingrijpen of gedogen. Ze heeft gekozen om het te gedogen, omdat ze zag dat het ook een hele vreedzame demonstratie was. En de pijn die de mensen voelden. Ze heeft zich ingeleefd in de pijn die wij voelen. En het feit dat je niet gehoord wordt en dat je niet gezien wordt, dat is het pijnlijkst. En daarom wil ik als lid van het vrouwennetwerk haar een hart onder de riem steken en haar zeggen dat ik naast haar sta. Dat ik begrip heb voor wat ze gedaan heeft. Ze heeft uiteindelijk ons de ruimte gegeven om ons gevoelens te tonen. We willen gezien worden. Dat is wat we willen. Dank u wel, burgemeester.